Het sneeuwt. Kijk. En het is echt flink ook. Want voor het eerst dat wij in Zweden zijn, is er ook een waarschuwing voor sneeuw afgegeven. Dus dat betekent dat je gewoon niet de weg op moet als het niet nodig is. Nou hadden wij geen voer meer voor de hond. Dus Dick die is naar de winkel even snel om voer te halen. Dus dat de hond geen honger heeft. Oh. Dus, maar ondertussen gaan wij lekker in de sneeuw. De jongens die zijn al lekker aan het sleeën en aan het sneeuwpoppen bouwen. Dus. Wauw. Ja. Dan kom op, duwen. En weer rollen. Doe maar. Ja, maar dit zijn geen tekenfilmpjes. Hij is klaar. Door de sneeuw zag ik de vijver niet meer
En ze liep zo over de half bevroren vijver heen. Ja, beetje dom. Gelukkig ging het goed. Dick heeft het meteen afgezet. Niet in mijn nek. Oh! Oh! Ah! Papa, help! Wacht even hoor, mijn camera. Oh! Zo dikke net is. Nee! Nee! Nee. Ah! Oh, de camera! Ja. Oké. Okay. Oh, help. Ik word belaagd. Oh, mijn beeld. Nog een keer, papa. Ah! Ja, ik. Nou, ik moet hem helemaal uitgraven. Ik moet hem helemaal uitgraven. Wacht even, hoor, jongens. Ah! Oh! Ik ga even boven gooien. Ik moet er echt langs gooien. Nou. Kom aan. Doe het aan doen. Doe het aan. Wat doe je nou, Thijs? Fineke, kom. Dat is sneeuw. Dat is ijs. Dat is de vijver, lieverd. Kom op. Fineke, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Lekker spelen. Ja, doe maar, rennen. Kijk, doe maar. Een witte neus. Dat is mooi. Gooi hem dan. Thank you.
Fien houdt echt van sneeuw. Ze kan een hele tijd alleen buiten spelen. Dat vindt ze heerlijk. Oh, niet op haar. Hoger. Op 4 januari werd er een sneeuwstorm voorspeld met mogelijk stroomuitval. De storm viel reuze mee. Pas de derde dag begon het te waaien, maar ook dat was niet erg hard. Wel lag er bij ons zo'n 30 centimeter uiteindelijk. Het heeft heel even gevroren, maar na 3 dagen dooide het weer. Ontzettend bedankt dat je weer keek. We waarderen het enorm. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En we zeggen nu tot de volgende keer.